Hele goede morgen. We gaan weer lekker beginnen. Kom in een looppas op de plek. Mag je handen meenemen omhoog. Adem in. En uit. Neem je armen weer mee omhoog. Adem in. En uit. Laatste keer. In. Armen mee. En uit. Heel goed. Kom weer in looppas op de plek. Vanuit hier gaan we naar een rustige dribbel op de plek als je wil. Je mag ook in die looppas blijven. Neem je armen lekker mee. En wat we gaan doen, ik ga een kwartslag draaien. We gaan namelijk van voor naar achter dribbelen. Kom maar, gaan we naar voor. En naar achter. Naar voor. En naar achter. En weer naar voor. En naar achter. Laatste keer naar voor. En naar achter. Heel goed. Stap uit op de plek. En terwijl dat we uitstappen, gaan we links-rechts de knie omhoog trekken. En je mag hem optrekken zo hoog als je kan, links en rechts. Heel goed, we doen er nog 4, 3, 2, 1. Mogen de knieën weer laag. Wat we nu gaan doen is een gestrekte arm en been naar elkaar toe brengen. Linkerhand gaat naar je rechterbeen. Rechterhand naar je linkerbeen. Heel goed, het belangrijkste is dat je been gestrekt houdt. Dus hou hem helemaal gestrekt. Heel goed, links en rechts. Gestrekte arm gaat er mee naartoe. Laatste twee. En de laatste. Heel goed, stap weer uit. Komen we weer in die dribbel op de plek. En dan gaan we weer naar voren bewegen. Kom maar, naar voor. En weer naar achter. Naar voor. En weer naar achter. Gaan we weer naar voor. En weer naar achter. Laatste twee keer. Naar voor. En weer naar achter. Laatste keer naar voor. Yes, mooi. En naar achter. Heel goed. En stap weer uit op de plek. Gaan we nu links en rechts de knie naar buiten draaien. Links en rechts. Draai hem naar buiten zo ver als je kan. Laatste twee. En de laatste. Gaan van buiten naar binnen. Draaien van buiten naar binnen. Ook weer links en rechts. Nog drie. Laatste twee. En de laatste. Heel mooi. Wat we nu gaan doen is naar beneden reiken. Voorste been is gestrekt. Teen wijst omhoog. Achterste been is een klein beetje gebogen. Ook nu ga je met je linkerhand richting je rechterbeen. En je rechterhand richting je linkerbeen. Laatste drie. Nog twee. En de laatste. Heel goed. Kom weer in een dribbel op de plek. En dan gaan we weer vooruit en achteruit. Kom maar naar voor. En naar achter. Naar voor. En naar achter. Naar voor. En weer naar achter. We gaan nog twee keer. Kom maar. Naar voor. En naar achter. Yes. Laatste keer. Naar voor. En naar achter. Heel goed. Wat we nu gaan doen. Je mag blijven staan. En de positie of de ruimte die je net gebruikt hebt om naar voren en naar achter te gaan, hebben we nog steeds nodig. Wat we namelijk gaan doen is, we gaan die bal oppakken, uitstrekken omhoog, doen we een stap naar voren. Billen gaan naar beneden, omhoog, nog een stap naar voren. En omhoog gaan we een stap naar achter. Billen gaan laag,
en op. Nog een stap naar achter. Gaan weer laag en op. Stap naar voor. Laag en op. Stap naar voor. Laag en op. Stap weer naar achter. Laag en op. Laatste keer. Stap naar achter. En weer laag en op. Heel goed. Wat we nu gaan doen, je mag op je tenen komen staan. En je hakken mag je zo hoog mogelijk omhoog duwen. En dan gaan we naar voren lopen. Met je benen helemaal gestrekt, langzaam. En dan gaan we weer naar achter. Heel goed, blijf die hakken zo hoog mogelijk omhoog duwen. Gaan we weer naar voren, yes. Duw die hakken omhoog. Zo hoog als je kan. En gaan we naar achter. Naar achter. Yes, laatste keer. Naar voor. Naar voor. Naar voor. En weer naar achter. Heel goed. En los. En wat we nu gaan doen. Zelfde beweging. We gaan weer van voor naar achter lopen. Maar nu mag je je tenen omhoog trekken. Ook je benen zijn weer helemaal gestrekt. Tenen trek je omhoog. Zo hoog als je kan. En ook naar achter. Trek die tenen omhoog. Hou ze van de grond af. Yes, gaan we weer naar voor. Trek die tenen omhoog. Kom op. En weer naar achter. Yes. We gaan zo meteen nog één keertje. Kom maar, naar voor. Heel goed, hou vol. Trek die tenen omhoog en naar achter. Laatste stukje. En rust. Mooi. Schud je benen lekker los. Gaan we nog één keertje in die dribbel op de plek. Kom maar. En in die dribbel gaan we ook weer naar voor. Kom maar. Naar voor. En naar achter. En weer naar voor. En naar achter. Neem die armen lekker mee van voor naar achter. Yes. En weer naar achter. Wikkel je hele voet af. Teen hak, teen hak. En weer naar achter. Laatste keer. Naar voor. En weer naar achter. En los. Stap uit. Heel goed. Dan mogen je handen gaan wijd. Eén hand is boven. De ander is beneden. En wat je mag doen is elke keer als die handen wijd zijn, is die schouderbladen zo hard mogelijk naar elkaar toe trekken. Wissel om en om. Eén hand boven, één hand onder. Laatste drie. Nog twee. En de laatste. Yes, gaan we van onder naar boven met de armen. Ik maak er een kleine dip mee met mijn benen. En wat je wil is die armen zo gestrekt mogelijk houden. Duw die ribbenkast naar beneden. Yes, laatste vier. We doen er nog drie. Twee. En de laatste. Yes, heel goed. Armen mogen los. Als het goed is, zijn we nu een klein beetje warm. Neem een klein slokje water als je dat wilt. En dan mag je je Dynaband erbij pakken. Yes. Dynaband. Handen mogen op schouderbreedte. Dan mag je je handpalmen naar voren wijzen. En je duimen wijzen naar buiten. Wat we gaan doen is we gaan het elastiek naar voren brengen. En vanuit hier gaan we wijd en smal. Waarbij je duimen naar buiten wijzen. Wijd en smal. Doe je schouders naar beneden. Yes. Wijd en terug. Wijd en terug. Hou je armen helemaal gestrekt. Je knieën zijn uit het slot. Billen zijn een klein beetje aangespannen, zodat je stevig staat. Heel goed. Laatste drie. Nog twee. En de laatste.
Heel goed. Mag je de armen naar beneden brengen. En nu gaan we de handen naar wijd brengen vanaf onder. Dus duw je duimen naar buiten. Naar buiten. En terug. Uit. En terug. Uit. En terug. Duw die schouders naar beneden. Zodat die kleine spiertjes in je schouderkapsel aan het werk kunnen. Laatste drie. Nog twee. En de laatste. Yes, heel goed. Gaat het elastiek achter. En dan mag je hem helemaal omhoog brengen naar onder je oksels. En dan mag je het elastiek helemaal opfrommelen voor je borst. En met alle oefeningen die we vandaag doen. Als het te zwaar wordt, zorg er dan voor dat je wat spanning verliest in het elastiek. Is het te licht voor je? Maak het elastiek iets strakker, waardoor het zwaarder wordt. Wat we gaan doen, is de handen uitstrekken. En dan gaan we rustig naar buiten. Strek uit. Rustig naar buiten. Zwembeweging. Schoolslag op het droge. Heel goed. Hou één tel voor vast. En dan rustig naar buiten. Uit. En dan naar buiten. En weer uit. En dan naar buiten. Yes. Uit. En naar buiten. Uit. En naar buiten. Laatste drie. Nog twee. En de laatste. Yes. Wat we nu gaan doen is de beweging in tegenovergestelde richting. Dus we beginnen bij de oksels. Dan gaan we eerst naar buiten. En dan breng je hem naar binnen. Dus we gaan eerst naar buiten. Breng hem naar voren. En breng hem naar binnen. Tegenovergestelde richting. Buiten, voor en naar binnen. Buiten, voor en naar binnen. Buiten, voor en naar binnen. Laatste vier. Buiten, voor en naar binnen. Nog drie. Laatste twee. En de laatste. Buiten, voor en naar binnen. Wat we nu gaan doen is uitstrekken naar voren. Knokkels zijn tegen elkaar aan. Handen zijn tegen elkaar aan. Strek uit. En je mag je borst een klein beetje naar voren duwen. Uit. 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 Laatste acht. Zeven. Zes. Vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. Nul. Heel goed. Schud je armen lekker los. Schud je armen lekker los. Netjes. Nu gaan we staan op het elastiek. Allebei de uiteindes mag je vastpakken met je handen. Dus kom erop staan met allebei je voeten. Heel goed. Ik pak het elastiek op het moment dat ik sta. Zoek ik nog een klein beetje extra spanning, dus ik pak hem iets lager vast. En wat we nu gaan doen. Voeten gaan iets wijder dan heupbreedte. We gaan met de billen naar beneden. En terwijl dat je naar beneden gaat, probeer je armen iets omhoog te trekken. Dus, billen gaan laag. En dan trek je je armen, je handen richting je borst. Ellebogen gaan in je zij. Zodat er spanning komt. Zodat het een beetje zwaar is voor je benen. En ondertussen trainen we de voorkant van de bovenarm. Kom maar. Laag en op. Yes. Laag en op. Laag en op. Laag en op. Heel goed. Ellebogen in je zij. Handen gaan voor. Daar mag je ze buigen. Laatste vier. Nog drie. Laatste twee. Yes. En de laatste. Netjes. Houden we het elastiek hier vast.
En wat we gaan doen is, we gaan hem nog iets lager vastpakken. Dus halverwege de scheenbenen. En dan mag je weer komen staan. En wat we nu gaan doen is de schouders optrekken en naar achter brengen. Dus vanuit hier, je gaat niet met je schouders recht omhoog, maar ze gaan naar achter en omhoog. Naar achter en omhoog. Naar achter en omhoog. Hou hem ook weer één tel vast als je boven bent. En breng het rustig naar beneden. Op. Rustig naar beneden. Op. Rustig naar beneden. Op. Yes, kom maar. Laatste 8. Nog 7. 6. 5. Heel goed. Laatste 4. We doen er nog 3. Laatste 2. En de laatste. En los. Heel goed. Mag het elastiek los. Laatste die we doen. Voeten gaan breed. Tenen wijzen naar buiten. We gaan naar de sumo. Elastiek mag weer voor. En wat we gaan doen is op het moment dat we met de billen naar beneden gaan, gaan we met de handen wijd. Yes. Dus we gaan laag, laag, wijd, smal, op en op. 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 Hou vol. Laag. Wijd. Smal. Op. Nog 3. Laag. Wijd. Smal. Op. Nog 2. Wijd. Smal. En op. We doen er nog eentje. Wijd. Smal. Op. En op. Stap uit op de plek. Heel goed. Netjes. Neem een klein slokje water als je dat wilt. En dan gaan we zo meteen terug naar de eerste oefening waar we net mee begonnen zijn. Elastiek mag weer voor je. Handen zijn op schouderbreedte. Daar pak je het elastiek vast. Je handpalmen wijzen naar voor, duimen wijzen naar buiten. Als je op enig punt extra rust nodig hebt, neem die. Oké, gaan we. Met de handen recht naar voor, naar buiten, terug, naar buiten, terug. Naar buiten en terug. Naar buiten en terug. Hou die armen helemaal gestrekt. Heel goed. Blijf die duimen naar buiten duwen. Kijk of het lukt om die handpalmen zo ver als je kan omhoog te laten wijzen. Laatste 4. Nog 3. Laatste 2. Yes, mogen die handen naar beneden. Houden we de handen in dezelfde positie. En vanuit hier gaan de handen wijd. En weer terug. Wijd. En weer terug. Dus die handpalmen blijven naar voren wijzen. Duimen wijzen naar buiten. Wijd. En terug. Duw je schouders naar beneden. Heel goed. Laatste 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1 en 0. Heel goed. Brengen we het elastiek naar achter. En dan mag je hem weer onder je oksels brengen. Het elastiek helemaal opfrommelen in je hand. Yes, en dan brengen we de handen weer naar voor en naar buiten. Kom maar. Uit en rustig naar buiten. Uit,
Rustig naar buiten. En uit. Rustig naar buiten. Heel goed. Haal vol. Uit. En naar buiten. Uit. En naar buiten. Heel goed. Houd de beweging gecontroleerd. Blijf die billen een klein beetje aanspannen. Hou je knieën uit het slot. Heel goed. Laatste twee. En de laatste. Yes. Nu gaan we de beweging weer in tegenovergestelde richting doen. Dus we gaan eerst weer wijd. Dan breng je hem terug. Rustig naar voren. Wijd. Rustig terug. En naar achter bedoel ik natuurlijk. Wijd. Terug. Trek hem naar achter. Yes. Wijd. Terug. En naar achter. Wijd. Terug. En naar achter. Mooi. Hou vol. Laatste stukje. Laatste vijf. We doen er nog vier. Laatste drie. En de laatste twee. Dan zijn we klaar met deze. Gaan we alleen nog vanaf voor naar achter. Laatste. Yes. Gaan we uitstrekken naar voren. Kom maar. Uit. 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 Handen zijn bij elkaar. Uit. 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 Kom op. Hou vol. Laatste vier. Nog drie. We doen er nog twee. En de laatste. Yes. Heel goed. Komen we weer staan. Op het elastiek. Kom weer staan in het midden. Pak de uiteinden weer vast. Zo, dan pak je hem iets lager vast, zodat je een beetje extra spanning hebt. Heel goed, en wat we weer gaan doen, die ellebogen zet je zo meteen in je zij. Billen gaan weer laag en dan breng je je handen richting je borst. Dus we gaan laag, laag, handen naar je borst en weer terug. Laag, laag, handen naar je borst en weer terug. Yes, laag, laag, handen naar je borst. En weer op. Laag, laag. Handen naar je borst. Yes, of eigenlijk meer richting je schouders. Kom op. Laag, laag. En ik heb de elastieken. Trek ik naar de binnenkant van mijn knieën. Heel goed. Laag, laag. Netjes. Laatste drie. We doen er nog twee. Laag. Handen richting die schouders. Yes. En de laatste. Laag. Laag. Op. En kom maar weer op. Heel goed. Pakken we het elastiek nog net iets lager vast. Zodat er nog iets meer spanning ontstaat. En dan gaan we die schouders weer naar achter en omhoog trekken. Laag. En op. Laag. En op. Laag. En op. Dus je gaat niet recht omhoog, maar je gaat schuin naar achter omhoog. En je kan zelf spelen met het elastiek. Door hem iets strakker vast te pakken, dan maak je het jezelf iets moeilijker. Of juist iets losser, dan maak je het zelf iets makkelijker. Yes, laatste vier. We doen er nog drie. Laatste twee. En de laatste. Yes, mooi. Mag je weer van het elastiek afkomen. En dan mag je hem weer vastpakken. Op schouderbreedte. Die voeten gaan weer wijd. Tenen wijzen weer naar buiten. Gaan we twee laag. Handen gaan weer wijd en weer terug. En dan komen we weer omhoog. Kom maar. Laag, laag, wijd, terug. Op en op. Laag, laag, wijd, terug, op en op. Heel goed. Laag, wijd, terug, op en op. Blijf die knieën naar buiten duwen. Wijd, terug, op en op. Laag.
Right. Terug. Op en op. Yes. Hou vol. Knieën naar buiten. Span die billen aan als je omhoog komt. En weer wijd. Hou die schouders mooi laag. Heel goed. We zijn er bijna. We doen er nog drie. Klaar. Laag. Wijd. Terug. We doen er nog twee. Wijd. Terug. En op. En de laatste. Laag. Wijd. Terug. En weer op. En los. Schud je armen lekker los. Schud je benen lekker los. Neem een klein slokje water. Heel goed. En dan mag je het elastiek, als je klaar bent met water drinken, mag je dubbel vouwen. En dan mag je halverwege er een knoop in leggen. Hoe kleiner de ruimte tussen de knoop en de vouw, hoe strakker het elastiek zal zijn. Breng je de knoop iets meer naar de uiteindes, is het elastiek iets lichter. Heel goed. Wat we gaan doen als eerst, mag je het elastiek om je polsen doen. En wat we gaan doen is de polsen, je mag je handen helemaal strekken, alle spiertjes aanspannen. En dan gaan we de handen gaan we iets naar buiten duwen. Dus uit elkaar duwen. En wat we nu gaan doen, terwijl dat we die spanning hebben op die armen, is de armen langzaam omhoog brengen. Zover als jij dat kan. Langzaam omhoog. En je blijft ondertussen die handen uit elkaar duwen. En we gaan weer langzaam naar beneden. Duw die handen uit elkaar. Armen zijn helemaal gestrekt. Als je ze niet meer kan strekken, als je ze moet buigen, is dat gewoon het maximale punt tot waar je handen komen. Dus armen helemaal strekken, strekken, strekken. Breng ze omhoog, zover als jij dat kan. Met gestrekte armen. En weer naar beneden. En blijf die handen uit elkaar duwen. Duw ze uit elkaar. Heel goed, gaan we laatste keer langzaam. Kom maar op. Langzaam omhoog. Handen uit elkaar. Zoek die spanning op in je schouders. Yes, en dan gaan we weer langzaam naar beneden. Klaar, langzaam, laag. Handen uit elkaar duwen. Klaar, 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 klaar. En rust. Heel goed, schud lekker los. Mooi. Gaat het elastiek om de enkels. Stap er voorzichtig in. Gebruik de tafel als dat nodig is of een stoel. Elastiek om de enkels. En wat we gaan doen is, je mag je voeten iets wijder zetten. En vanuit hier gaan we de voeten wijd, wijd, smal, smal. En op het moment als ik zeg smal, dan staan je voeten onder je heupen. Dus ze gaan iets wijder dan je heupen en zo komen terug onder je heupen. We beginnen elke keer met hetzelfde been. Als eerste beginnen we met rechts. Gaan we. 3, 2, 1. Kom maar. Dus rechts, links, rechts, links. Wijd, wijd, smal, smal. En belangrijk bij deze is, je billen gaan iets naar beneden. Iets naar achter en iets naar beneden. En nu wil je dat je de hele tijd die knieën naar buiten duwt, terwijl dat je voeten recht naar voren blijven staan. Laatste vier. We doen er nog drie. Laatste twee. En de laatste. Heel goed. Stap uit op de plek. Heel goed. Gaan we naar de andere kant. Dus voeten mogen weer onder je heupen. Beginnen we met het linkerbeen. 3, 2, 1, klaar. Uit, uit, in, in. Links, rechts, links, rechts. Uit, uit, in, in. Duw die knieën weer naar buiten. Billen zijn weer iets naar achter, naar beneden. Hou vol. Laatste vier. We doen er nog drie. Twee. En de laatste.
Yes, heel goed. Nu, ik draai weer een kwadslag. Wat we gaan doen. Je gewicht blijft voor. Nu gaan we links, rechts, om en om. Een voet uitstrekken naar achter. Zo ver als je kan. Links en rechts. Let erop dat je gewicht voor blijft. Dus achter is alleen aantikken. Aantikken. Links en rechts. Struikel niet over je elastiek. Als dat zo is, zorg ervoor dat de knoop aan de zijkant is. Links en rechts. Voor degene die het iets zwaarder willen maken voor de benen, zak iets dieper met die billen naar de grond. Yes, laatste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mooi. Elastiek mag af. En dan gaan we nog één keertje naar het elastiek om de polsen. Ze mogen weer om allebei de polsen. Zorg ervoor dat je alle spiertjes in je hand weer aanspant. Heel goed. Duw die handen iets naar buiten. En dan brengen we de handen weer met gestrekte armen helemaal omhoog. Kom maar, langzaam. Op. Blijf die handen uit elkaar duwen. Zijn we boven? Gaan we weer naar beneden. Kom maar. Langzaam. Handen uit elkaar duwen. En weer langzaam omhoog. Maak je vingers helemaal hard. Knijp ze samen. En we gaan weer langzaam naar beneden. Het belangrijkste is dat je die handen uit elkaar blijft duwen. En weer op. Duwen, 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 duwen. En weer terug naar beneden. En dan gaan we nog één keertje. Kom maar, armen helemaal gestrekt. Op. En weer terug naar beneden. Duw die handen uit elkaar. Laatste stukje. 3, 2, 1. En los. Mooi. Gaat het elastiek weer om de enkels. Voeten mogen weer onder de heupen. En dan gaan we weer wijd en smal. Kom maar, wijd, wijd, smal, smal. Begin weer met rechts. Kom maar, wijd, wijd, smal, smal. Wijd, smal, wijd, smal, wijd en smal. Ook nu, als je het iets zwaarder wilt maken voor je bovenbenen, zak met die billen weer iets naar beneden. Heel goed. Laatste stukje. Nog 3. We doen er nog 2. En we gaan naar de laatste. Yes. En terug. Stap uit. Op de plek. Stap uit. Gaan we naar de andere kant. 3, 2, 1. Kom maar. Uit, uit, in, in. Links gaat eerst. Links, rechts, links, rechts. Duw die knieën naar buiten. Uit, uit, in, in. Hou vol. Als het goed is, gaat het een beetje branden aan de zijkanten van je benen, billen. Misschien een beetje je onderrug. Dat is de bedoeling. Laatste 4. We doen er nog 3. Laatste 2. En de laatste. Yes. Ik draai weer een kwartslag. Gaat het gewicht weer voor blijven. Gaan weer links, rechts, achter aantikken. Zo ver als je kan. Billen gaan iets naar achter, naar beneden. Tikken we aan. Links en rechts. Kom maar. Tik, 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 tik. Gewicht blijft mooi voor. Strek die benen uit helemaal naar achter. Span je bil aan. Terwijl dat je uitstrekt. Doe het op je eigen tempo. Heel goed. Hou vol. Links en rechts. Wil je het zwaarder maken? Zak iets naar beneden. Laatste 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, 0. Elastiek mag af. Neem een klein slokje water. En dan mag je komen liggen op je rug. Heel goed. En terwijl dat we op de rug liggen, mag je je knieën naar je borst trekken. Mag je je tenen richting je knieën trekken. Ga je voeten iets omhoog, knieën iets van je af, waardoor er een tafeltje ontstaat. En in dat tafeltje wil je je onderrug in de grond duwen, zo hard als je kan. Als je nou merkt dat dat lastig is, trek je knieën dan iets naar je toe. Dan maak je het iets lichter voor jezelf. Ja, dus zoek een plek waarbij je je onderrug goed in de grond kan duwen. Handen gaan naar het plafond. En dan gaan we links-rechts de hand uitstrekken boven je hoofd. Voor degenen die willen, mogen ook een been uitstrekken. Beweeg rustig tempo. Dus langzaam uit, langzaam in. Hoe langzamer je beweegt namelijk, hoe harder die buikspieren moeten trainen. En dat is wat we nu willen. Blijf je knieën op de plek waar ze zijn bij de start. Op het moment dat ze niet bewegen. Hou je tenen naar je knieën getrokken. Heel goed. En duw die onderrug in de grond. Uit en terug. Uit. En terug, uit en terug. Yes, mooi. We doen er nog 3. Laatste 2. En de laatste. Yes, en dan mag je je knieën weer allebei naar je borst getrokken houden. Mag je je handen bovenop je knieën zetten. En wat we gaan doen is we gaan de knieën van ons proberen af te duwen. Terwijl dat we proberen onze knieën naar onze borst te trekken. Dit houden we 10 tellen vast. Dan heb je 10 tellen rust. Kom maar. 3, 2, 1. Zet vast. Met je handen wil je je knieën wegduwen. Met je knieën wil je richting je borst. Dit is een wedstrijdje tegen jezelf. Kom op. Hou vast. 3, 2, 1. Rust. Heel goed. Gaan we in. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Duw maar. Zo hard als je kan. Duwen, duwen, duwen. Onderrug in de grond. Trek die knieën naar je toe. Kom op. En rust. Mooi. Als het goed is, gaat het een klein beetje branden in je buik. Dat is de bedoeling. 3, 2, 1. En zet weer vast. Duw je knieën van je af. Trek je knieën naar je borst. Kom op. Kom op. Wedstrijdje met jezelf. En rust. Mooi. Laatste 2 keer. Laatste 2. In 3, 2, 1. Yes. Gaan we weer. Duwen, duwen, duwen. Zo hard als je kan. Kijk of je nog iets harder kan duwen. Of je nog iets harder kan trekken. Kom op. Kom op. En rust. Fantastisch. De laatste. Hou vol. Gaan we in 3, 2, 1 en go. Zet vast. Duw die knieën weg. Maar die knieën willen naar je borst zo hard als je kan. Kom op. Laatste stukje. 3, 2, 1 en rust. Heel goed. Netjes. Nu zijn je buikspieren al een klein beetje moe. En we sluiten af. Met dezelfde oefening waar we mee begonnen zijn, namelijk met het tafeltje. En in het tafeltje is het nu extra belangrijk dat je die onderrug in de grond blijft duwen. Anders doe je het namelijk met je rugspieren en ik wil dat je het doet met je buikspieren. Dus knieën weer naar je borst, tenen richting je knieën, voeten gaan iets omhoog, knieën van je af. Onderrug in de grond, zo hard als je kan.
handen naar het plafond. Voor degenen die het net alleen deden met hun handen, blijf dat doen. Voor degenen die net handen en benen deden, heb ik een aanvulling. Je mag namelijk linkerhand rechterbeen uitstrekken. Dus diagonaal. Rechterhand, linkerbeen, linkerhand, rechterbeen. En blijf die onderrug in de grond duwen. Kom op. En in. En weer uit. En weer in. Beweeg rustig. Gecontroleerd. En weer uit. En in. Uit. Focus je op het in de grond duwen van je onderrug. Kom op. Heel goed. We doen er nog 4. En dan zijn we klaar voor vandaag. Laatste 3. We doen er nog 2. En de allerlaatste uit. In en rust. Heel goed. En dan mag je even rustig komen staan. Kom rustig staan, dat je niet duizelig wordt. Kom langzaam omhoog met je hoofd. Dat helpt altijd. En als je staat, mag je alvast rustig je schouders naar achteren trekken. Draai ze rustig naar achter. Haast je niet, neem je tijd. Als je al staat, draai die schouders naar achter. En naar voren. Heel goed. Blijf die schouders draaien. Yes, en dan nemen we een hele arm mee. Draai je arm lekker naar voren. En naar achter. Yes, mooi. Andere arm naar voren. En naar achter. Yes, en dan gaan we van links naar rechts. Schouders zijn lekker laag. Ontspan die armen. Ze hebben vandaag veel gedaan. Dus ze verdienen ook wel die cooling down. Yes, laatste 3, 2. En de laatste. Mooi. Gaan we met de handen naar buiten. En wat we nu gaan doen is elke keer die handen omdraaien. Dus je beweegt ze naar achter. Dus ene keer zijn je handpalmen omhoog. Dan zijn ze naar beneden. Maar je duwt ze ook nog eens naar achter. Voor en achter. Laag en op tegelijkertijd. Laatste 3. Nog 2. En de laatste. Yes, heel goed. Schud je armen lekker los. Mag je één arm voor langs brengen en dan mag je je andere eroverheen zetten. En dan mag je je schouder naar beneden duwen. En met je gebogen arm mag je je arm naar je toe trekken, zo ver als je kan. En los, wissel, andere kant. Eén arm is helemaal gestrekt. Die schouder mag je naar beneden duwen. En je gebogen arm mag je naar je toe trekken, zo ver als je kan. En los. Schud lekker los. Mogen je voeten weer op heupbreedte. Draai een rondje met de heupen de ene kant op. En de andere kant op. Yes. Mogen de voeten bij elkaar. Handen op de knieën. Draai een rondje met de knieën de ene kant op. En de andere kant op. Heel mooi. Mag je een enkel vastpakken, broekspijp, sok waar je bij komt. Kom je niet bij je voet, broekspijp of sok, zet dan je voet op de bank. En laat je knie naar beneden vallen. Probeer je knieën naast elkaar te krijgen en dan mag je je billen even aanspannen. En los, gaan we naar de andere kant. Daar geldt hetzelfde. Pak je knie, of je knie, je enkel. Broekspijp, sok en anders zet je voet op de bank. Laat je knie naar beneden wijzen. Span die billen aan.
En los. Mag je één voet voorzetten, één voet achter. Voorste been is gebogen. Gewicht gaat iets naar voren. Achterste been helemaal gestrekt. Duw je hak in de grond. Hou vast. Yes, en dan gaan we het gewicht naar achter verplaatsen. Waarbij je je voorste been strekt. Teen komt omhoog. Achterste been buig je. En dan mag je je gewicht iets naar voren brengen. Ik leun altijd een beetje op mijn bovenbeen. Trek je teen zo hard als je kan naar je toe. En rust. Heel goed. Gaan we naar de andere kant. Voorste been is weer gebogen. Achterste gestrekt. Duw je achterste hak in de grond. Bovenbeen is weer helemaal aangespannen. Hou vast. Yes, gaat het gewicht weer naar achter. Voorste teen komt weer omhoog. Voorste been is helemaal gestrekt. Achterste is gebogen. Gewicht gaat iets naar voren. Leun op je voorste been. Hou vast. En rust. Kom terug. Rustig omhoog. Schud je benen lekker los. Schud je armen lekker los. Alles los. Adem in. Neem je armen mee omhoog. En uit. Gaan we nog een keertje in. En uit. Laatste keer in. Maak jezelf helemaal lang. Rijk je uit. Rek je uit omhoog. En uit. En applaus voor jezelf. Heel goed gedaan weer.